Een goedemorgen iedereen. Welkom terug bij de nieuwe Energy Markets van de maand september. Zoals gewoonlijk zal het terug met mezelf zijn dat we de webinar zullen houden. Ik ga opnieuw gaan door de belangrijkste punten. Zal ongeveer een 45 minuten in beslag nemen. En er zullen ook twee momenten zijn waarbij je vragen kunt sturen naar mij, naar ons eigenlijk, via de Q&A-box. Dat is aan de onderkant van je scherm. Zoals gewoonlijk gaan we terug met de globale context beginnen, macro en zo, dan olie, gas en uiteindelijk te eindigen bij elektriciteit. Dus zoals ik daarnet al vermeldde, er is een vragenmoment na de olie en daarna nog eens een vragenmoment na de elektriciteit. En mocht je dan nu natuurlijk nog altijd nog vragen hebben, aarzel natuurlijk niet om iets te sturen. Globale context, de macro. Ja, het hoeft natuurlijk niemand te verwonderen dat COVID nog altijd een van de belangrijke punten is die de markten doet bewegen en waar iedereen naartoe kijkt. Een korte update dan. We zien over het globaal, op de globale niveaus in het aantal cases, zien we dat die toch voornamelijk in de Aziatische landen, zoals in Indië en zo, wat meer aan het opkomen zijn. Maar het aantal nieuwe cases begint zich toch te stabiliseren. Kijken we eerder richting huiswaarts, richting Europa, dan zien we dat er inderdaad in bepaalde landen, zoals bijvoorbeeld in Spanje, dat er terug een opkomst is van nieuwe cases. Dat is ook niet te veronderen natuurlijk met het einde van de lockdowns, dat er opnieuw een burst is in een nieuw aantal cases. Ook voor Frankrijk zien we ditzelfde effect. Maar als we gaan kijken richting de effectieve doden, dus niet enkel de cases, want dat kan ook een probleem zijn van de sampling error dat we hebben, hè, omdat we natuurlijk veel meer aan het testen zijn allemaal, dan zien we dat eigenlijk het aantal sterftegevallen door COVID, hè, met als reden de COVID-19 virus. Dat die eigenlijk al bij al vrij laag blijven. Er zijn nog een kleine upticks, misschien een klein beetje in Spanje, maar over het algemeen blijven we eigenlijk op een heel laag niveau. Dus dit betekent dan ook dat er hoogstwaarschijnlijk verder niet veel meer lockdowns zullen komen, hè, want die fatality rate die stijgt niet meer heel hard. Ja, het is een beetje een nieuwe wereld, hè. Dus een nieuwe algemene golf van lockdowns, minder kans, hè, door die lage mortaliteitscijfer. Hoogstwaarschijnlijk zullen we wel nog verschillende golven van infecties gaan zien wereldwijd, zeker ook zoals ik al aangaf, in Oost-Azië of Oceanië, waar die tot nu toe nog ietsje minder blootgesteld zijn geweest. Het onderzoek naar een vaccin, dat blijft verder lopen. Er is er wel degelijk vooruitgang in, maar het is ook goed mogelijk, zeggen veel experts, dat een volledige 100% bescherming tegen dit virus een heel klein van kans zal zijn dat dit er ooit zal komen. En net zoals met het griepvaccin is het nooit niet een 100% garantie. Als we gaan kijken dan richting meer de andere impacten die we zien op het dagelijkse leven. Ja, we zien nog altijd luchtvaartmaatschappijen die natuurlijk het moeilijk hebben. Het toerisme blijft het ook moeilijk doen, al begint dat natuurlijk over de zomer dan een klein beetje beginnen terugkomen richting Zuid-Europa. Algemeen gezien ook in eigen land allerlei events, muziek en andere presentaties waarbij dat er veel mensen aanwezig zijn, worden natuurlijk een beetje geannuleerd of worden uitgesteld of op een andere manier gedaan. Het work at home zal hoogstwaarschijnlijk ook wel een blijvende trend zijn. Iedereen heeft te kunnen tonen dat dit, zeker voor bepaalde functies waar het vroeger ondenkbaar was, dat dit toch wel degelijk mogelijk is. Zelfs bij ons, bij trading, was het zelfs mogelijk om in zekere mate work at home te gaan doen. En een bijkomend element is ook dat we toch opgemerkt hebben, is op het gebied van energietransitie. Is dat we ook zien dat voor veel mensen in hun gedachtegang het virus er een beetje gekomen is. Misschien niet met reden volledig, maar het is ergens emotioneel begrijpbaar. Dat het er gekomen is vanuit een onrespectvol omgaan met de omgeving, met de natuur en zo. En dat eigenlijk de effecten van de lockdowns, het minder gebruik van wagens, meer social distancing, proberen de natuur wat te ontzien, dat dit wel degelijk een verdere impact ook zal hebben richting de energietransitie.
Kijken we dan eerder richting de economie zelf? Ja, daar is het al bij al nog altijd geen positief nieuws. Hè. Dus in de meeste landen, China begint nu wel toch redelijk snel terug te komen. Dat zien we ook in de grafiek linksboven. Die begint toch wel redelijk wat van zijn dalingen terug in te halen. Maar in de andere grote regio's, zie je ook bijvoorbeeld voor Europa en de US en zo, zien we toch dat daar nog altijd een zwaar effect is van vanwege de lockdowns. Zelfs binnen de eurozone, als we gaan vergelijken, de verschillende landen, Frankrijk, Italië, Duitsland en Spanje en zo, die blijven het allemaal heel hard ja, eigenlijk hun effecten zien met dalingen tot min 15% op het bruto nationaal product. Naar groei dan ook, als we gaan kijken, er zijn wat nieuwe groeiforecasts uitgekomen. Dus voor 2020 wordt er nu gesproken, afhankelijk van dus de cijfers GMA van Global Markets, van Engie, rond de min 5% voor de advanced economies, min 3,7% wereldwijd. Terwijl het IMF nog spreekt van min 8% op die advanced economies. Zeker dan vanuit de eurozone en bijna min 5% wereldwijd. Nu, er zou wel een inhaalbeweging moeten plaatsnemen tegen volgend jaar. Nu is die al een stuk bijgesteld. Vroeger was die, of bij de vorige webinar, was die nog een stuk groter. En dan had ik al gezegd, van daar zal hoogstwaarschijnlijk nog wel wat bijgesteld worden. Maar over het algemeen zou toch een deel van het verliezen van dit jaar moeten kunnen terug inhalen eigenlijk. Wat we wel zien ook is dat bijvoorbeeld in dat de economische performance vaak samenhangt meer met de restricties die op de pandemie worden gedaan. Dus met andere woorden, die lockdowns en zo, het verplichte social distancing of het verplichten om niet meer naar of het moeilijker maken om naar de winkel te gaan, bijvoorbeeld door het dragen van maskers en zo, dat een grotere impact heeft dan de ernst van de pandemie in dat land zelf. Hè. Dus het is niet de druk op de ziekenhuizen, op de dokters en zo, die ervoor zorgt dat die GDP-daling er komt, of de pandemie zelf. Het is eerder de restricties die er komen daardoor. Zien we dat bijvoorbeeld ook mooi in Frankrijk. Hè. Dus als we daar kijken naar die consumer spending, zien we dat er een flink pak minder is dan vroeger op het gebied van hotel en restaurant. Dus ik denk dat dat ook een beetje het gevolg is van die work at home. Iedereen probeert nu natuurlijk zijn meetings te doen via Teams, via Zoom, via nog 20 andere soorten applicaties. En het zich verplaatsen om mensen face-to-face te ontmoeten, daalt natuurlijk enorm. Algemene industriële activiteit in de eurozone is zeker niet positief. Hè. We zijn eventjes gegaan tot min 40%. In de topdagen van de lockdowns. En nu zitten we nog altijd op min 10% ten opzichte van vorig jaar, hier en hier, voor de grootste economische machten in Europa. Voornamelijk dus ja, de services-industrie die het heel moeilijk heeft. Ja, opnieuw alles waarbij persoonlijk contact het geval is, ja, dat blijft moeilijk. We zien dan ook dat er in een zekere zin een soort van carry-over effect is. Dat wat bijvoorbeeld niet gedaan is geweest, de mensen die hun reizen niet gedaan hebben in Q2 of Q3, dat die activiteiten hoogstwaarschijnlijk ook een zekere inhaalbeweging zullen hebben doordat die uitgesteld zullen worden richting Q4. En dat we dus eigenlijk zien dat die dat misschien een extra sterk einde jaar zullen hebben. Ten opzichte om een beetje te, ja, omdat de mensen zeggen van ja, we hebben uitgesteld de eerste helft van het jaar. We zullen die uitgaven eerder doen naar het einde van het jaar toe. Maar ja, vergeet niet met hoe meer dat de lockdowns overal worden opgegeven en dat de restricties losser worden, hoe meer ook dat er een kans blijft van een relapse. En zeker in het aantal cases, in het aantal sterftegevallen hebben we al gezien, zou dat natuurlijk minder het geval zijn. Een belangrijk element die we zeker moeten aanstippen is de respons van de Fed, hè, dus de Amerikaanse Centrale Bank, die eigenlijk een beetje het geweer van de schouder heeft veranderd en die zijn inflatietargets een beetje losgelaten heeft, met eigenlijk de bedoeling om zoveel mogelijk de economie te gaan ondersteunen.
ja, men denkt eigenlijk dat dat inflatierisico niet zo groot meer zal zijn op dit moment. En men is dus eigenlijk daardoor volle bak begonnen met opnieuw geld in de economie te pompen. Dat is ook een van de redenen waarom dat die US stock market, de S&P 500, als zijnde de grootste indicator daar, dat die zo hard naar boven is gestegen sinds het dieptepunt van maart, april. We komen zelfs op niveaus terug van voor de hele COVID-pandemie losbrak. Zitten we zelfs op niveaus die daar nog boven komen. We kijken dan ook uit naar waarschijnlijk meerdere jaren met zeer lage interest rates. Dus het geld op de bank, op uw rekening, zal hoogstwaarschijnlijk weinig gaan opbrengen. Het zal eerder zijn op de aandelenmarkt dat we gaan moeten kijken om te zien waar dat kapitaal nog kan renderen. Recent ook hebben we een ferme correctie gezien, zeker op de tech-stocks. Dus die waren eigenlijk al lange tijd zwaar overvalued. Zeker ook een beetje onder invloed van de zogenaamde Robinhood traders. Dat is een platform die toeliet om, zodat de gewone mens op een gemakkelijke manier kon investeren op de aandelenmarkten. En dat daar nogal heel wat sterke speculanten zaten die aandelen wat naar boven hebben gestuurd. Ik stel voor dat we dan overgaan naar de olie. We gaan een beetje verder gaan. Nu, op de olie hadden we eerst na zijn dieptepunt opnieuw van de COVID-pandemie, waar we zelfs heel eventjes zelfs in de US op de WTI negatieve prijzen hadden gezien. In de Brent was het zover niet gekomen. Hebben een gestage opmars gekregen richting terug een zeker stabiel niveau tussen de $40-45 per vat. Maar opnieuw met die sterke dalingen recent van de US tech. En over het algemeen toch vragen die worden gesteld bij de sterke groei die we nu zien van zal die wel lang genoeg kunnen blijven volhouden? Zeker mochten er toch nog een tweede golf komen of dat er andere landen toch nog verder geïmpacteerd worden. Dat men misschien denkt van oké, goed, die olie is misschien toch een klein beetje te veel overpriced. Dus die is teruggekomen eerder richting de $40, meer aan de onderkant van zijn range. En het ziet er toch naar uit dat we toch niet binnenkort een sterke doorstijging gaan krijgen naar de niveaus van vroeger rond de $60-70 per vat. Qua fundamenten, dus ja, de compliance op zich met de olie-output cuts vanuit de OPEC-plus groep is redelijk goed. Hè? Dus die doen het redelijk goed. Die hebben hun output toch flink kunnen beperken. Dat zien we ook linksboven. Dat er toch, zeker dan voornamelijk Saudi-Arabië, maar ook Irak natuurlijk, Iran en zo meer, dat die toch allemaal redelijk wat gekut hebben. Ook Rusland heeft toch een ferme daling gemaakt, maar die beginnen ook wel allemaal toch langzamerhand terug. En dat zie je op het einde van die grafiek toch al hun output terug te vergroten. En natuurlijk, iedereen wil proberen toch om geld in het laadje binnen te krijgen. En daardoor zien we dat het misschien net een beetje te snel komt, waardoor opnieuw die daling op de olieprijs van recent. Ook in de US, dus die hebben een enorme daling in productie meegemaakt tijdens de hoogtepunt van de COVID en eigenlijk nog altijd. Want aan een prijs van $40-45 per vat is er weinig reden toe om een verhoging te zien van de productie in de US. Dus dat blijft nog altijd, de US blijft nog altijd de grootste neerwaarts corrigerende factor op dit moment. Maar natuurlijk zijn die ook in staat om heel snel terug hun output te gaan naar boven op te trekken, vanaf dat we zien dat die prijs het kan houden. Langs de andere kant, als we dan kijken richting China, er was een redelijk sterke vraag naar olie, en dat zien we hier ook. Dus die was redelijk snel teruggekomen tot mooiere niveaus. Maar uiteindelijk zien we toch dat de laatste twee maanden over de zomerperiode, nu dit kan ook iets cyclisch zijn, dat er toch ietsje minder is gekomen. In zekere zin zien we eigenlijk dat er voor een groot deel in ventures is gekomen. Dus China is eigenlijk over het algemeen alles van basic commodities enorme voorraden aan het opslaan, zelfs tot diep in het binnenland, om allerlei soorten commodities die waarvan men denkt dat die in de toekomst moeilijker misschien gaan beschikbaar zijn of duurder beschikbaar zullen zijn door die supply chains die misschien bepaalde breuken hebben gekregen. En dat men dus eigenlijk een opslag gaat doen van zoveel mogelijk voorraden. Dan zien we dus eigenlijk dat die,
ja, imports nog een klein beetje lager komen te liggen. Ook moeten we natuurlijk vragen stellen bij ja, de officiële cijfers van China in verband met hun GDP. Dus als ze al, nu al, al claimen dat ze al bijna op terug niveau zitten van voor de COVID-pandemie. Ja, en in welke zin is dat natuurlijk ook wel correct? Nog een keer kort ook over de outlook een klein beetje. Dus voilà, de OPEC Plus heeft goede efforts gedaan en de US output is op dit moment nog niet capabel, hè, dus de prijs is nog niet hoog genoeg om veel meer hun output te gaan verhogen, waardoor ja, die stockages toch wel een klein beetje beginnen af te bouwen eigenlijk, hè, want die vraag naar olie blijft er toch nog wel, maar de output volgt niet helemaal. Nu moeten we wel zeggen dat de outlook nog altijd eerder bedrukt blijft. Zeker als we dan gaan kijken qua prijzen eigenlijk. Het probleem zit er natuurlijk in dat het onmogelijk op dit moment is om te voorspellen volledig hoe het in elkaar gaat zitten qua einde van de lockdowns. Wanneer gaat iedereen terug beginnen wagens gebruiken, de auto te gebruiken om zich te transporteren. Het kan zijn dat dit een langer effect zal zijn dan verwacht. Waardoor dat ook die prijs sneller kan bedrukt blijven. Maar we zouden misschien tegen begin volgend jaar prijzen kunnen zien terug rond de $50 per vat. Maar ja, dat blijft natuurlijk nog de vraag. Ik stel voor om te zien of er al mensen zijn die al wat vragen hebben opgestuurd op dit moment. Ik geef jullie een paar secondjes de tijd om te zien of er al vragen zijn tot nu toe. We kunnen sowieso altijd nog later terugkomen ook, hè, als er natuurlijk, als er natuurlijk nog vragen zijn daarna. Nee, op dit moment is er geen vragen binnen. Ik stel voor dat we dan gewoon doorgaan. Mochten er dan nog vragen opkomen over de macro of over de olie, aarzel dan absoluut niet. Dan beantwoorden we die dan wel wat later. Ah, ik zie hier één vraag toch binnenkomen. Zal de olieprijs op de $40 blijven? Ja, dat is een beetje het moeilijk natuurlijk in het voorspellen van prijsscenario's. In principe, met het opengaan opnieuw van de economieën, zou er moeten een zo met de huidige outputbeperkingen, zou inderdaad de prijs terug moeten beginnen stijgen. Maar opnieuw kan het zijn dat de manier van doen van mensen, dat hun habits een klein beetje veranderd zijn en dat daardoor die vraag niet meer zal stijgen naar niveaus zoals we die van voor de pandemie hebben gekend. En dat we dus eigenlijk inderdaad ook die lagere prijzen toch op een langere periode zullen zien. Hoogstwaarschijnlijk, naar mijn inziens of naar mijn gevoel toe, zullen we waarschijnlijk voor eind dit jaar niet boven de €50, $50 per vat uitkomen. Zullen dat waarschijnlijk zelfs nog 100 blijven. Oké. Okay. Goed, maar dan is er nog één iets binnengekomen? Nee. Oké. Okay. Goed, ik ga doorgaan dan naar het volgende puntje. We gaan beginnen met gas. Dus de vraag naar gas is toch redelijk wat teruggekomen gedurende deze zomer. Als we hier kijken naar de bovenste grafiek, zien we hier eigenlijk gewoon algemeen de vraag naar gas. Zien we zelfs al verschillende malen op een vraag naar gas zaten die hoger was dan vorig jaar en boven zijn historische range. Hè. Dus dat is al een stuk beter. Dat komt natuurlijk ook door de hele lage prijzen die we de laatste maanden hebben gezien, hè, met een TTF-prijs op de kal die boven... Die rond de €12 per megawattuur heeft gehangen. We zien ook, als we gaan kijken richting de non-residential demand, want dat is toch waar de voornaamste bron van vandaan komt, van die stijging, dat dit wel toch een stukje hoger is dan wat we vorige jaren hebben gezien. En dat komt dan voornamelijk door het produceren voor elektriciteit. En daar kom ik straks ook nog op terug, want het gas heeft een flink pak aan aandeel gewonnen in het produceren van elektriciteit over heel Europa. Zeker dan om de renewables wat op te gaan vangen. Kijken we naar de pipeline supply, dan zien we voor Europa dat de pipeline supply dit jaar natuurlijk een flink pak lager lag dan vorig jaar. Dat hoeft ook niet te verwonderen natuurlijk. Maar dat we wel een beetje beginnen stabieler te worden. Er zijn verschillende outages geweest, geplande outages vanuit Rusland natuurlijk, maar ook heel wat ongeplande vanuit Noorwegen.
waar ze wat problemen hebben om hun pipelines op niveau te laten draaien. Kijken we dan over het algemeen ook naar de supply stack, dan zie je toch, we blijven nog altijd een hoog niveau binnenkrijgen van Rusland en van Noorwegen. Dat zijn onze voornaamste bronnen van gas binnen Europa. Straks dan ook nog wat over LNG. En dat is een stuk beperkter dan vorig jaar. We zien ook als we gaan kijken, want in het begin dit jaar waren we aan het spreken over de storages, daar kom ik zo meteen op terug. Maar dan zie je eigenlijk hier al meteen dat er toch een stuk minder gas is binnengekomen in Europa. Net om toch zoveel mogelijk die storages zo traag mogelijk te gaan opvullen. Qua LNG ook zien we toch een stevige daling in gas dat binnenkomt. En dat komt niet omdat de exports er niet zijn. Behalve natuurlijk de US exports, die zijn een flink pak gedaald. Net zoals bij hun olie zijn zij heel snel om natuurlijk te gaan recalibreren, hun output te gaan recalibreren volgende de prijs. De Qatar-exports daarentegen, die blijven min of meer op niveau. Dus het gas komt eenvoudigweg niet naar Europa op dit moment. Het wordt voornamelijk richting Azië gestuurd. We zien heel duidelijk hier in Europa, dus onder andere ook door die lage prijzen, is er heel wat minder LNG binnengekomen. Komen we zelfs terug op de niveaus onder vorig jaar. Nu, dat is ook wel de laagste periode in het jaar, meestal in de zomerperiode. En we gaan moeten kijken hoe dit verder gaat evolueren. Maar ook in België bijvoorbeeld, op de zeehub, hebben we gezien dat er toch een flink pak minder gas is binnengekomen. We zien zelfs dat we maar met moeite niet meer een derde binnengekregen hebben in vergelijking met vorig jaar hetzelfde moment. Ja, dus dat is toch een flink pak gas. En dat zorgt ook voor dat die prijzen, sinds dat we een tijdje op 12 euro per megawattuur hebben gebleven, als we kijken naar referentie TTF Cal 21, dan dat die prijzen toch terug naar boven zijn gekomen. Op de spotmarkt hebben we dat ook gezien, zijn die prijzen een lange periode onder de 10 euro geweest. En dat was natuurlijk een voldoende signaal om wat minder LNG naar ons toegestuurd te krijgen. Kijken we eventjes een beetje naar de curve, de forward curve voor gas. Zoals ik al vermeldde, dus de gasprijzen zijn redelijk stabiel gebleven met redelijk wat resistentie voor de Cal plus 1 op de 12 euro per megawattuur. Voor de andere jaren was dat iedere keer een klein beetje hoger, maar ongeveer dezelfde grafiek. Met dan nu sinds ongeveer eind juli, begin augustus een redelijk sterke stijging. Dat was ook een beetje samen met de emissiemarkt. Dat zien we straks dan ook wel weer. Dat die stijging er gekomen is. Maar dat komt voornamelijk natuurlijk door het veel lager niveau van LNG dat binnenkomt. En dat we dus plotseling een beetje meer in een tightere markt zaten. Nu, dat blijft nog niet echt geduren. We zijn al ene keer al teruggekomen naar 13 euro per megawattuur. Maar hoogstwaarschijnlijk ziet het er wel naar uit dat we richting het einde van dit jaar toch eerder in een stijgende trend zullen zitten dan een opnieuw dalende trend. Het zou moeten opnieuw een explosie zijn van cases en lockdowns en zo meer. Samen met eventueel ook een extra koude winter, die er zo voor kunnen zorgen en een extra zachte winter, dat inderdaad de gasprijzen terug naar beneden kunnen duiken. Maar op dit moment ziet het er toch eerder uit. We zitten sowieso al met een heel zware resistentie. Als we kijken naar de Cal plus 1 op die 12 euro, we dippen daar iedere keer een klein beetje onder om dan direct terug te gaan rebounden. Dat betekent dan ook dat zelfs mochten we terugdalen, dat het neerwaarts potentieel hoogstwaarschijnlijk sterk beperkt is, voordat er dan terug kan gestegen worden. Het blijft nog altijd goed om contracten vast te leggen voor die periode. Zeker ook als we kijken naar de verdere jaren, de Cal 23 en de 24, die zijn al bij nog niet spectaculair veel gestegen sinds hun dieptepunten. Dus dat blijft ook heel interessant. Zoals ik al net al aanhaalde, de stockages. We hadden eerst de vrees in de vorige webinars van die stockages gaan vol zijn tegen juli, die gaan vol zijn tegen augustus, uiteindelijk tegen september, oktober. Nu zitten we eigenlijk al onder het niveau. Net op dit moment zitten we hier net een klein beetje dat puntje eruit komen. We zitten net onder het niveau van vorig jaar. Dus ze zijn minder snel aan het opvullen op dit moment dan vorig jaar. Dus er is minder gas in overvloed. En dat komt voornamelijk natuurlijk door het LNG dat veel minder naar ons toe komt. Als we dan ook kijken naar de forecast qua prijzen, zien we dan ook natuurlijk dat we gaan kijken richting einde dit jaar prijzen net onder de 14 euro per megawattuur,
om dan misschien een lagere prijzen te gaan zien naar de volgende kwartalen, een klein beetje in de zomerperiode typisch. Maar op zich blijven we eerder in een al bij al stijgende trend. Hè. Dus het is niet de verwachting dat we eerder zullen dalen richting de 12 euro min of meer van de eerste helft van dit jaar. We zullen hoogstwaarschijnlijk daar eerder boven komen. Elektriciteit dan. Eerst kort over de kolen, want ja, de kolen bewegen toch ook redelijk wat. Er is een flink pak minder met kolen geproduceerd geweest qua elektriciteit. Maar als we gaan kijken natuurlijk naar de voornaamste price setters, dat is dan voornamelijk China, ja, die blijven op een redelijk goed niveau kolen afnemen, ietsje minder dan vorig jaar. Maar in navolging van natuurlijk van wat de COVID-crisis heeft betekend voor hun economie, blijven toch al bij al nog een redelijk degelijk niveau. De kolenprijzen zijn dan ook eerder stabiel gebleven de laatste paar maanden. Met soms eens wat upticks, hein, zoals we hadden gezien in juli, augustus. Een klein beetje dat de kolenprijzen daar toch een stuk aan het stijgen waren. We zien zelfs de API2 die richting de $60 per ton is gegaan, om dan toch terug te vallen eigenlijk. En dat komt omdat natuurlijk de stockages voor de kolen een beetje vol beginnen te geraken. Voor de emissies daarentegen, zo meteen wel nog wat meer, hebben de bulls, dus de speculanten op de emissiemarkt, opnieuw geprobeerd recent om nog eens boven de 30 euro per ton uit te komen. Hebben we al een paar keer geprobeerd. Je ziet het hier duidelijk op deze grafiek. We hebben dit gehad vorig jaar, midden vorig jaar zijn we daar geweest. Om dan daarna, zeker ook in navolging van de COVID natuurlijk, toch een flinke klap gekregen te hebben. We zijn dan in deze zomer, met dat iedereen begint te kijken richting een einde van lockdowns, een einde van de grote crisis, laten we het zo zeggen, rond de COVID, hebben ze nog eens geprobeerd naar de 30 te gaan, opnieuw er niet in geslaagd, nu opnieuw naar de 30 gegaan, vorige week nog, en opnieuw er niet in geslaagd. Dus het ziet er toch naar uit dat 30 euro ook een zekere resistentie heeft, waarbij er heel wat buying interest eigenlijk wegvalt. En dat men eerder, dat men ziet dat die institutionele inkopers, dat die eerder rond de 25 en daar iets boven zouden inkopen, en veel minder rond die 30 euro. Eerder een afwachtende houding hebben. Een klein beetje meer ook over emissies over het algemeen, want er zijn toch een aantal berichten uitgekomen. Er zijn wat leaks geweest op het niveau van Europa, dus de Europese Commissie, waarbij men aan het spreken is om verder de free allocations voor de komende periodes te gaan verminderen. Men voelt langs alle kanten dat er nog meer druk wordt gezet om die emission targets te gaan voldoen tegen 2030. Hè. Dus blijkbaar heeft het Europees Parlement ook onder andere al een eerste uitspraak gedaan om inderdaad te proberen die emissiereductie tegen 2030 van 60% van de EU-emissies te gaan ondersteunen. En dat, ja, dat zal natuurlijk heel wat verwachten. Dus dat betekent dan ook qua ondersteuning van de emissieprijzen dat dat waarschijnlijk ook wel verder zal blijven. Hè. Dus een terugval richting 15 euro per ton of zelfs daaronder ziet er heel kleine kans niet meer uit. Hoogstwaarschijnlijk zullen we zelfs met nieuwe legislatie die uitkomt verder stijgingen zien. Naar waar is heel moeilijk in te schatten. Ik hoor prijzen. Vroeger hoorde ik prijzen van 30 euro. Daarvoor hoorde ik prijzen van 20 euro. Nu op dit moment spreekt men van 50 euro. Het is heel moeilijk in te schatten. Het grote probleem dat ik wel zie opkomen, is dat die prijs sneller naar boven kan gaan dan dat er andere of nieuwe installaties voor elektriciteit te produceren kunnen gebouwd worden. Dat betekent dan ook als die prijs te snel doorstijgt naar boven toe, naar bijvoorbeeld 50 euro per ton, dat heel wat, zeker kolencentrales, zelfs eventueel gascentrales, het moeite zullen beginnen krijgen. Zeker veel hogere elektriciteitsprijs zullen vragen. En natuurlijk in een economische context waarbij de industrie het al heel moeilijk heeft, om dan een hogere elektriciteitskost te gaan hebben via legislatief fiat, is natuurlijk een moeilijke pijl om door te slikken. Maar al sinds ziet er op dit moment toch naar uit dat er eerder support is vanuit de Europese Commissie en het Europees Parlement om daar verdere inspanningen te gaan doen.
Over elektriciteit zelf dan, ja, een beetje kijken naar de twee grootlanden, natuurlijk Duitsland als zijnde de grote marktreferentie en dan ook Frankrijk. Eerst al Duitsland, ja, we zien dat wind een flink pak minder heeft geperformeerd de laatste paar maanden toch dan wat we in de winterperiode hadden. Nu, dat is in zekere zin ook wel een beetje typisch. Maar we zien toch wel dat het windgedeelte het ietsje moeilijker te verduren heeft gehad. En dat zien we eigenlijk over de andere landen ook. Daar kom ik straks ook nog terug voor België. Terwijl dat tegelijkertijd ook de Franse nucleaire productie zwaar onder de niveaus ligt van vorige jaren en onder de historische niveaus ook. Qua nucleaire productie. En dat moet dus allemaal opgevangen worden door andere bronnen. En dat hebben we ook gezien, dat dit de prijzen sterk naar boven heeft doen stijgen. Dus aan de ene kant samen met de CO2, maar natuurlijk ook hoe meer renewables en nucleair eventueel wegvallen, hoe meer dat het door thermische generatie moet opgevangen worden en dat die CO2-prijs dan ook een grotere impact heeft. Qua forecasts zien we, en je ziet hier dus dat er verschillende updates zijn geweest. Nu, de laatste update zou voorspellen dat we tegen eind dit jaar, dus voor de winterperiode, in Frankrijk zouden moeten gaan tot de 55 of zelfs eventueel net nog daarboven rond de 57 gigawatt aan totale productie vanuit de nucleaire centrales. Het zal ook nodig zijn voor de winterperiode, omdat er ja, heel wat landen natuurlijk rekenen op die nucleaire elektriciteit. Hè. In België daarentegen, ja, dus we hebben een laag zomerperiode meegemaakt. Nu onlangs toch weer wat start-ups die teruggekomen zijn. Dus doel 3 en doel 2 die in september teruggekomen zijn op de markt. Hè. Dus we komen terug richting de 4 gigawatt nucleaire productie in België. Wind en solar doet het ook al bij al vrij goed met mooie resultaten op wind, voornamelijk dan voor het voorjaar. En ook in de zomerperiode blijven we zelfs nog performeren boven wat we vorig jaar hebben gezien. Ook de solar doet het al bij al goed. Hè. We hebben eigenlijk goed weer gehad. Hè. Dus dan zien we ook dat aandeel van het renewable gedeelte, en dat het aandeel groter wordt ten opzichte van de rest. Maar goed, het wordt uitkijken nu naar de winterperiode, in welke mate dat zeker de Franse nukes en de Belgische nukes voldoende kunnen terugkomen om niet te zitten terug met problemen op de prijzen. Eventjes even wat anders nieuws ook, want dat vond ik toch wel interessant. Hè. Dus in EDF was er in Frankrijk was er een lang verhaal tussen Alpiq Total en Gazel, die hun ARENH-contract begin dit jaar hadden willen verbreken met EDF, omdat ze zeiden van ja, we kunnen die volumes niet afnemen, want onze klanten consumeren niet hè, door COVID. Dus in de zekere zin heeft EDF dat oké, aanvaard. Maar dan daarna hebben ze opnieuw gevraagd om het eigenlijk te benoemen als force majeure die periode en om eigenlijk hun supply van ARENH, nu dat die prijzen terug een flink pak hoger liggen, om die terug te gaan in plaats te zetten. En dat wordt natuurlijk beslist van de twee partijen. Het is een beetje een boeltje daar, laten we het zo zeggen. EDF zegt, ja, op het moment dat het moeilijk gaat, wil je onze ARENH-formule niet. En dan, vanaf dat de prijs terug boven stijgt, neem je die dan opnieuw van ons over. Dat is ook niet helemaal correct. Maar op dit moment ja, wordt het een beetje afwachten hoe snel de uitspraken er zullen komen en in welke mate dat die dus de ARENH-formule zullen krijgen, ook voor deze winter. En dan ook zeker naar volgend jaar toe. In België was er ook een civil action die begonnen was met de vraag om Tihange 2, die in der tijd 2015 gesloten was voor vanwege de cracks die op het reactorvat waren gevonden, om die toch stop te zetten. Maar dat is dus overturnd geweest door de rechtbank. En die zal dus blijven verder draaien tot zijn finale shutdown, die voorzien is op dit moment in 2023. Ook heel leuk. Dus we hebben de interconnector tussen België en Duitsland, de eerste grote interconnector die er komt, van 1 gigawatt. Dus dat is de grootte van ongeveer één nucleaire centrale.
zal ze ahead of schedule, dus tegen midden november, zou die al moeten beschikbaar zijn. Dus dat zou zeker ook kunnen helpen met de bevoorradingszekerheid hier in de winterperiode in België. En dan in Duitsland, finaal, daar is het toch wel van belang dat het wordt aangestipt dat men de eerste auctions voor het sluiten van een centrale, dus eigenlijk bedrijven doen daaraan mee om een ja, zo laag mogelijke, ja, eigenlijk op te bieden tegen elkaar, naar beneden doen dat wel, om zo weinig mogelijk steun te vragen voor het sluiten van hun kolenplant. En dat lijkt een redelijk succes geweest zijn tot nu toe. Maar er zijn wel wat actiegroepen die natuurlijk vinden dat men die sluiting van die kolenplants niet zou mogen subsidiëren. En natuurlijk de Duitse overheid argumenteert er dan ook tegen. Dus dat blijft ook wel wat verder gaan. Ik zei al net dat we toch weer moeten kijken. Nu staan heel veel cijfertjes hierop. Maar dat is natuurlijk ook omdat jullie dan achteraf ook de slides gaan krijgen. En dan hebben jullie terug een overzichtje van de day-ahead-prijzen voor de verschillende landen. Er zijn een paar elementen dat ik toch wil aanstippen hieraan, zeker om een beetje kunnen perspectief te geven naar de toekomst toe. Dus we hebben inderdaad, zeker als we kijken naar België, hebben we een aantal maanden gehad met extreem lage day-ahead. Dat is rond de €15 per megawattuur gemiddeld in april en in mei. Zelfs juni en juli blijven nog onder de €30 per megawattuur. Augustus begint toch al door te stijgen en ook september, oké, er zijn nog niet alle dagen gekend, maar die zit toch waarschijnlijk boven de €40 per megawattuur. We zien dat die druk er toch begint te komen. Zelfs als we nu kijken, gisteren trouwens, was het uur 7 tot 8, was gisterenavond gecleared, of eigenlijk op de auction van zondag voor maandag, was op de day-ahead gecleared net boven de €200 per megawattuur, €200,04 per megawattuur om precies te zijn. En dit komt, het is al een paar dagen, een paar weken nu dat we dat probleem hebben, door een gebrek aan wind, net op het moment van de piek. En natuurlijk een ietsje te weinig thermische centrales die kunnen inspringen. Ook de nucleaire zijn nog niet voldoende teruggekomen. Dus we zien eigenlijk heel duidelijk dat de renewables, door hun intermittency en door het feit dat we er niet kunnen altijd op rekenen, dat die ervoor zorgen dat de spotprijzen naar boven beginnen op te trekken. Als je natuurlijk bepaalde uren hebt waar dat die spotprijs of die Belpex-prijs, de uurprijs, heel laag komt te staan op de spot door de renewables, ja, dan ergens wordt die natuurlijk een beetje gekapt naar de onderkant toe. Die kan wel soms een keer negatief zijn, maar het probleem heb je natuurlijk dat die stabiliteit van de grid gewaarborgd moet blijven en dat men dan begint windmolenparken stop te zetten. Langs de andere kant toe, naar boven toe, ja, zit er veel minder een cap op, hè? Want men gaat proberen zoveel mogelijk piekerunits en zo online te brengen. En die prijs kan veel hoger komen. Met als gevolg het gemiddelde van een klein beetje negatief en dan heel zwaar positieve cijfers, hè? Dus met heel hoge prijzen. Het gemiddelde daarvan komt uit op een hoger gemiddelde dan wat we anders zouden gezien hebben. En hoogstwaarschijnlijk gaan we dat in de komende maanden ook verder zo zien. Dus laten we zeker hopen dat die nucleaire centrales in Duitsland en in België voldoende terugkomen. Want anders zouden we op piekmomenten wel eens in problemen kunnen komen terug. Ook de forwardprijzen voor België toch nog een keer kort overlopen. We zien ten opzichte van de gasgrafiek, die toch een heel lange periode tot ongeveer eind juni, juli ongeveer redelijk laag is gebleven, zien we toch dat voor de powerprijs dat die toch eerder een sterke stijgende richting hebben genomen sinds hun dieptepunt. Nu, het dieptepunt zal hoogstwaarschijnlijk wel een klein beetje overdreven zijn geweest en een beetje een overreactie geweest zijn. Maar al bij al komen we toch nog altijd op ongeveer de niveaus terecht van januari, dus van net voor de COVID er kwam, hè. Dat blijft nog altijd een stuk lager dan de historische waardes van bijvoorbeeld de KAL 21, 20, 13, 24 van vroeger. Maar als we gaan kijken hoe verder dat we uitgaan, er zit natuurlijk ook wat risicopremie op de 23 en 24, want dat wordt de periode waarin dat die nucleaire centrales wegvallen. Daar zijn we toch zelfs al teruggekomen bijna naar de laagste punten die we vroeger zagen voor die leveringsperiode. Het blijft nu eenmaal een feit, COVID of niet, economische recessie of niet. Op het einde van het verhaal blijft nog altijd een fysieke realiteit dat er meer grote baseload centrales uitgaan, dus stopgezet worden, niet meer draaien of onvoldoende draaien, veel meer renewables opkomen en dat men natuurlijk met die intermittency moet rekening houden. En zoals ik al net al aanhaf bij de spotprijzen, het gemiddelde van een
klein beetje negatief, met een zeer hoge prijs, is nog altijd hoger dan een stabiele prijs rond de 30 of 40 euro. Nog een kleine overview en dan gaan we over naar wat vragen, want ik zit er heel wat binnengekomen is ondertussen. Ja, qua forecast, het blijft natuurlijk moeilijk om te zien wat we voor prijzen zullen zien. Hoogstwaarschijnlijk gaan we in de komende maanden, zeker voor de power, weinig reden tot daling meer zien. Ja, de winterperiode komt er nog aan. Er kan natuurlijk nog wel wat centrales bijkomen die worden voorzien om tegen het einde van dit jaar toch te komen draaien. Maar de vrees bestaat natuurlijk altijd dat er op het laatste moment nog een centrale die toch voorzien was om te draaien, dat die er dan toch uitvliegt. En als we de laatste maand, twee maanden zien, is er toch ietsje minder zekere windproductie geweest, waardoor het moeilijk is om dit iedere keer tevreden te gaan opvangen, met als gevolg natuurlijk die hoge prijzen. En dus ja, de insteek denk ik dat het nog altijd zo is dat we op de langere termijn nog altijd al bij al relatief interessante prijzen zien. Niet meer zo interessant als eventjes terug, maar goed, dat zal sowieso wel nog eventjes zo blijven. Maar dat we eerder gaan in een stijgende richting gaan, beetje per beetje van nu uit. Goed, ik ga eventjes beginnen kijken, want ik zie hier dat er een flink pak vragen zijn binnengekomen. Goed, eerste vraag. Zit u buiten COVID-19 andere game changers of ons afkomen de komende jaren? Gevolgacties van de Green Deal, wat zou het effect kunnen zijn? Ja, game changers. Een beetje zoals men in de termen bij de markt zet, de black swan, de dingen die niet te voorspellen zijn. Het is dan ook moeilijk om daar voorspellingen over te gaan brengen. Nu, de grote game changers dat we van weten op zich. Ja, het feit dat nucleair bijvoorbeeld in België eruit moet in 2023, 2024. Het feit dat men in Duitsland ook tegen die periode heel wat kolencentrales wil sluiten. Dat in Frankrijk ook stemmen opgaan om hun nucleaire centrales, die er dan tegen dan uit moeten, om niet te gaan vervangen of niet te gaan updaten of een zware maintenance te laten doen om die te laten terugkomen. Het zorgt ervoor dat we over heel Europa toch, ik blijf erbij, kijken richting een vermindering in grote baseload productie. Een verhoging in intermittent renewable productie. Dat is natuurlijk wel groener. Maar het probleem daarvan is dat die prijzen eerder in een stijgende lijn zullen gaan dan dalende. En zeker als we ook zien tussen de verschillende regulaties en wetsvoorstellen die er komen vanuit het Europees niveau, de Commissie of het Europees Parlement. Ja, dan zie je toch dat die druk op vergroening verder blijft bestaan. En zoals ik al aanhaalde, dat emotionele idee van ja, dat COVID er gekomen is omdat we te hard onze omgeving misbruikten. Ik denk ook dat dat voor een groot draagvlak zal zorgen binnen het algemene publiek om verder die sustainable route te gaan doen. Misschien een volgende vraag nu, want er zijn er toch een flink pak. Is het opportun om voor de volgende jaren meer te rekenen op de spotmarkt en maar een beperkt volume op de forward vast te leggen? Ja, dat is een beetje een vraag die we waarschijnlijk iedere twee webinars wel eens tegenkomen. Van wat is het goedkoopst, spot of forward? Nu, eigenlijk moet je een paar dingen goed in de gaten houden. Een forward prijs, hè, dus bijvoorbeeld de CAL 21 forward prijs, is de beste estimatie die alle marktspelers, iedereen die in energie mee bezig is, de CAL 21 voorprijs is de beste estimatie die iedereen heeft van de gemiddelde spotprijs voor of gedurende het jaar 2021 vandaag. Dus dat betekent dat eigenlijk een all things equal, forward of spot, zou er geen verschil mogen zijn. Nu, natuurlijk, er komen nieuwe berichten uit. Er valt een centrale weg, er komt een nieuwe centrale bij. Bijvoorbeeld, iedereen rekent nu dat Allegro er zal zijn tegen midden november. Er is bijvoorbeeld toch nog ergens een probleem en die komt pas tegen eind van de winter, ergens tegen april pas online. Zo'n dingen kunnen er natuurlijk voor zorgen dat die estimatie van je gemiddelde spotprijs hoger of lager komt te liggen. Het enige dat je dus kunt stellen, is als je een stijgende markt hebt, als dus de markt eerder aan het stijgen is, zou je normaal gezien er beter aan moeten doen om forward in te kopen dan spot, omdat er meer informatie zal komen nog later, waardoor die spotprijs dan toch nog gemiddeld hoger zal zijn. Omgekeerd, zit je in een dalende markt,
dan zou je eerder kunnen overwegen om een spotprijs te nemen. Want een dalende markt betekent natuurlijk dat je langer kunt wachten met het vastleggen van liquiditeit en dat die daling nog verder kan doorzetten. Het probleem is natuurlijk, kun je vandaag stellen, zitten we op een stijgende markt, hè, zoals bijvoorbeeld in op 20 december 2019, hadden we toen kunnen voorspellen, zitten we op een stijgende markt of een dalende markt? Dat is natuurlijk het grote probleem. Iedereen die toen op dat moment dacht van, het zal een dalende markt zijn. Ik heb toen, ik denk ik, eind vorig jaar toch een flink wat klanten aangeraden van, misschien ietsje meer spot is nog zo slecht niet. Ik ben zelf geen groot voorstander, omdat dit enkel maar risico en stress meebrengt. En op zich, puur technisch gezien, is het exact hetzelfde. Het is enkel dat er meer informatie zit al in een spotprijs dan in een forwardprijs. Toen had ik dat wel toch hier en daar aangeraden. Maar om dit op dit moment te gaan zeggen, zou ik zelfs zeggen, eerder omgekeerd. Zoals ik net al aanhaalde, we zien eerder, behalve natuurlijk opnieuw verder economische recessie en de CO2-prijs, die natuurlijk enorm hard de elektriciteitsprijzen drijft, dat die zo in elkaar stuiken ook bijvoorbeeld. Ja, dan kun je inderdaad wel zien dat die prijzen misschien terug lager komen te liggen. Maar ik heb toch eerder het vermoeden dat we terug na een jaar een dalende trend, dat we nu toch terug eerder een stijgende trend zullen waarnemen. En in dat geval zou inderdaad forward ietsje beter moeten zijn dan de spot. Kunnen we ergens de import van NG volgendags... Ah, sorry. Wat verklaart de grote spread tussen kal 21 langs de ene kant en kal 22-23 langs de andere kant voor gas? Ja, de grote spread is natuurlijk omdat de kal 21 voor een groot deel rekent ook op de situatie van de stockages van dit jaar nog. Hè. Dus 21, men gaat ervan uit dat het een groot deel van de stockages nog altijd heel vol zullen zitten. Het was net vorig jaar was dat ook al zo. En dat er daar nog kan op gerekend worden volgend jaar voor de supply. En dat die dus een flink pak lager kan liggen dan voor de 2023. Voor 2023 gaat men eerder gaan kijken naar hoeveel LNG wordt er voorspeld, hoeveel pipeline supply zou er moeten komen en zo meer. En daardoor heb je dus eigenlijk zou je moeten zeggen dat de prijs voor gas voor 2022-2023 eerder de correcte prijs is, waar dat voor de 21 een discount is, specifiek door de situatie van misschien lagere economische productie toch nog altijd, de effecten van COVID en de hogere stockagesniveaus die er zijn. Dus ik zou eerder zeggen, 21 zit lager dan wat ze normaal zien zou moeten zijn, dan dat de 2023 hoger zit dan wat het normaal zien zou moeten zijn. Volgende vraag. Kunnen we ergens de import van LNG volgen, dagelijks of wekelijks? Alleen belangrijk voor prijsniveaus komende Q1, Q2 en maanden. Ik ga die vraag moeten schuldig zijn, omdat zelf krijg ik mijn informatie natuurlijk toegestuurd via mijn economisten en onze analisten en zo allemaal. Dus ik moet zelf meestal niet op zoek gaan naar informatie hierover. Maar ik stel voor dat ik dit uitzoek als ik ergens een publieke informatiebron vindt om dit dan terug naar jou te kenbaar te maken. Volgende vraag dan. Wat is uw inschatting van de impact van de nieuwe EU-emissiereductiedoelstelling voor 2030? 15% meer dan de vorige instelling op de prijs van de CO2-emissieprijs. Ja, het is niet moeilijk. Hè. Als die doelstelling effectief voor 2030 wil behaald worden en men wil inderdaad gaan voor die verdere reductie, dan kan ik maar één richting zien, dat is dat die CO2-prijs ook verder zal stijgen. Nu, opnieuw, zoals ik daarnet al aanhaalde, er blijken veel kopers uit de markt te gaan op het moment dat die prijs naar de 30 euro per ton gaat. En die kopen, die institutionele kopers kopen eerder rond de 25 euro per ton. Maar het probleem zijn natuurlijk de speculanten. En vaak ga je dan ook zien dat die institutionele investeerders of de industrieën, dat die op een bepaald moment ook geen keuze meer gaan hebben. En om aan hun obligaties te voldoen, dat ze dan toch gaan moeten inkopen. Dus over het algemeen natuurlijk eerder een stijgende impact. Als die doelstelling natuurlijk ook verder vergroot. Maar goed, we zijn daar nog niet. Het zijn op dit moment nog maar voorstellen. We weten nog niet hoe het in elkaar gaat zitten effectief. Maar ik denk over het algemeen dat Europa heeft de weg ingeslagen van verder sustainability, meer CO2-reductie. En dat zal hoogstwaarschijnlijk verder zo blijven ook, dat men die richting op gaat gaan, zolang de economie het ook kan blijven ondersteunen. Een volgende vraag. Ziet u veranderingen op til... Die verandering die op til zouden kunnen zijn wat betreft de CIE of Supercap. In hoeverre zijn deze ondersteuningsmechanismes in de toekomst zeker?
Ik ben niet helemaal op de hoogte van wat de laatste evoluties zijn op het gebied van de ondersteuningsmechanismes voor de grote industrie. Het probleem natuurlijk is dat die ondersteuning langs de ene kant moet er komen om grote industriëlen te kunnen helpen om competitief te zijn, ook op een mondiaal niveau. Maar langs de andere kant, ja, er zijn er veel actiegroepen die dan ook vinden dat het eigenlijk een beetje, ja, de slechte dingen te gaan ondersteunen is, ja, de slechte gewoontes gaan ondersteunen is. Ik kan er geen uitspraak over doen. Dit is eigenlijk echt iets heel politiek en lobbywerk om te gaan zien wat daar verder gaat uitkomen. Dat er veranderingen zouden komen, zou mij zeker niet veranderen. Maar dat zal dan eerder vanuit Europees niveau komen in de eerste instantie, vooraleer dit zal op Belgisch niveau komen. Volgende vraag dan. We hebben een Belpex-contract met mogelijkheid tot kliks op index. Wanneer wordt het punt wordt bereikt wordt om te kunnen klikken en volumes vast te zetten voor de toekomst? Contract tot eind 2025. Dat is heel specifiek. Nu, op index kun je altijd maximaal een drietal jaar op voorhand gaan inkopen op de settlement. Hè, want dat zijn de 3 jaren die ook effectief ja, liquide zijn en dat er of tenminste een redelijk intelligente settlementprijs wordt voor gepubliceerd. Dus dat betekent dat je op dit moment kun je 21, 22, 23 vastleggen. De 24 en 25 op dit moment wordt enkel via OTC gedaan. Volgende vraag dan. Hoe ziet de evolutie van bijkomende renewable productiecapaciteit eruit in de komende 4 jaar in de EU? Ja, dus het is aangekondigd geweest, trouwens zelfs in België ook, dat er tegen 2025 een verdere verdubbeling, als ik me niet vergis, zou moeten gebeuren in het renewable productie. En men kijkt dan voornamelijk naar offshore wind. Dat gaat ook nodig zijn om die doelstellingen op Europees niveau te kunnen behalen. Als een kleine intermezzo daarop. Dat zal ook nodig zijn, hè, want we kunnen vandaag aankondigen dat Engie samen met INEOS een contract heeft afgesloten voor de afname van de productie van het Noorderpark. Dat is een van de grootste windparken die offshore voor België liggen. Dat is dus een unicum, want dat is een van de eerste grote, of zelfs misschien de eerste grote, zeker in België toch, grote chemische industrie. Of zware industrie die naar een PPA kijkt, hè, dus naar een groen elektriciteitscontract. En hoogstwaarschijnlijk zullen veel andere industriëlen ook in die voetsporen volgen en ook verder de vraag gaan stellen. En dat zal ook de ondersteuning zijn om verder parken te gaan om gaan uit te bouwen en zo. Dus op zich, ik vermoed dat er zeker nog nieuwe concessies zullen komen om verder die productiecapaciteit te gaan uitbreiden. Ja, op ons Belgenlandje, we zijn al maar een zakdoek groot, zal het moeilijk zijn om nog veel nieuwe windmolenparken en zonnepanelenparken te gaan bijbouwen. We hebben bijvoorbeeld niet voldoende plaats. Op zee is er nog wel wat het een en ander mogelijk. Maar goed, dat zal dus eerder richting 2024, 2025 zijn, hè, zoals u ook zelf aangeeft. En daarvoor moeten die tenders natuurlijk ook nog beginnen. Volgende vraag. Voor de aandelenmarkten lijkt de pandemie blijkbaar niet te bestaan. Inderdaad. Is die situatie houdbaar of mogen we een correctie verwachten? Ja, het is iets dat ik al eventjes zeg. Inderdaad, dus de aandelenmarkten, en zeker als we gaan kijken richting de tech-industrie, zijn ongelooflijk overgewaardeerd ten opzichte van de fundamenten. En de vraag is natuurlijk van, ja, hoe lang kan dit allemaal blijven duren? En het is een beetje het verhaal van, ja, zolang dat iedereen zegt dat. Hoe gaat het verhaaltje terug van de koning die naakt op zijn stoel zit en niemand durfde het echt aan te halen? Het is een beetje hetzelfde probleem. En zolang de Fed en de centrale bank in de EU blijven geld pompen, ja, in de economie en geld bij creëren, ja, dan zien we dat die ergens naartoe gaan. En inderdaad zien we dat die voornamelijk in de aandelenmarkten blijven gaan. En dat verhaaltje kan natuurlijk nog heel lang blijven verder gaan, zolang iedereen dit ook blijft verder geloven. Correcties, ja, we zien bijvoorbeeld nu onlangs was er opnieuw een sterke correctie, dat het de beurzen terug rood kleurden. Maar dat is nog niet de correctie die terugkomen naar normale niveaus. Maar inderdaad, er zal op een bepaald moment toch moeten de vraag gesteld worden of dat we kunnen blijven werken met een ja, techbedrijven of in het algemeen bedrijven die gewaardeerd worden
tot vele, vele, vele jaren ver aan mogelijke inkomsten die die ooit zouden kunnen hebben. Tot 50 jaar inkomsten ver. Terwijl ze eigenlijk op dit moment nog altijd verlieslatend zijn. Een bijkomende vraag voor de volledigheid. Welke TTF gebruik je? 303? Nee, ik kijk gewoon naar de TTF Call 21 prijs. 303 voor de mensen die zich afvragen wat daarmee wordt bedoeld. Dat gaat dan over een time lag. Eigenlijk je maakt een gemiddelde van 3 maanden quotaties dat je appliqueert de volgende 3 maanden. Om een beetje meer een gemiddeld effect te krijgen en wat minder hard de opspringingen van die prijzen te gaan zien. Maar nee, ik kijk eigenlijk altijd gewoon naar de brute TTF-prijs voor Call 21 zonder timelags of andere formules erop. En dan een laatste vraag, want we beginnen. We zijn al bijna een uur rond. Tianj 2 is deze week 14 verlaat met terugkomen van 14.12 tot 26.12. Met de kerstperiode goed, dus kan dat dit nog verder wordt uitgesteld. Kan ik geen verder commentaar op geven. Dat weet ik ook niet. De reden dat die waarschijnlijk uitgesteld is. Verder moet maintenance op gebeuren. En natuurlijk, dat kan altijd dat er daar verdere problemen op komen. Dat is moeilijk om te voorspellen. We kunnen alleen hopen dat die inderdaad voor de kerstperiode ook terug is. Of voor de winterperiode toch alvast. Goed. Flinke pak vragen. Dank je al sinds voor de aanwezigheid terug op deze webinar. Sowieso zal er dan binnenkort er opnieuw een nieuwe datum worden gecommuniceerd met een volgende webinar. De nieuwe datum in. Je krijgt ook op jullie scherm een poll met de Satisfaction Survey om te zien in welke mate dat jullie hiermee akkoord waren met deze en wat jullie verwachtingen natuurlijk waren van deze webinar, of dat jullie tevreden waren. Jullie zullen ook binnenkort, vandaag of morgen nog, de recorded versie van de webinar ontvangen in jullie mailbox, of tenminste een link ernaartoe, zodat jullie op jullie gemak opnieuw kunnen bekijken. En dan wil ik ook nog eventjes aanhalen, er bestaat een LinkedIn-page voor de Energy Market News, en waar ook alles altijd een beetje gecentraliseerd wordt op gepubliceerd. Dus aarzel zeker niet om je daar ook op te linken of op aan toe te voegen, zodat je ook daar je informatie toch kunt verder krijgen in verband met kleine breaking news, artikels en zo meer. Goed, dan dank ik jullie allemaal voor jullie aandacht. En dan spreken we elkaar binnenkort wel opnieuw terug. Dankjewel.